voorbereidingen zijn in volle gang. Lies is de camper aan het inruimen. Ja, een poging tot, hè? Een poging tot de camper inruimen. Dat zal toch wel lukken, denk ik. Oh, dat lukt nog wel. Je moet altijd even goed puzzelen. En je bent altijd bang dat je te weinig meeneemt. Terwijl eigenlijk neem je altijd te veel mee. Nou ja, het komt allemaal wel erop. Ja, natuurlijk komt het op. Dus, nu even inruimen een beetje wat er ligt. En dan... weet ik wat ik wil me kopen. Ik denk niet zo heel veel als ik het zo... Volgens mij ligt ook alles vol, ja. Echt... drinken ligt in ieder geval genoeg. Overal twee van. Kijk, en dan ben je de camper aan het inruimen. En dan moet je wel opschrijven wat je er allemaal in doet. Ja, want anders neem je veel te veel mee. Nou nee, anders ben je elke dag aan het kijken, wat heb ik er ook alweer ingestopt? Hè? Je hoeft niet zo heel veel meer mee. Niet zo heel veel meer mee. Dus alles zit erin. Qua eten wel. Okay. In ieder geval buiten de koelkast om dan. Nou, succes schat. Hoorden jullie dat? Nog één keer herhalen, wat zei je? Daar blijf je slank bij. Oh ja, met kleine zakjes chips. Kijk, ons Tutti is lekker bezig met sipjes neer te leggen voor onderweg. We hebben de koelkast al aangezet ook. Kijk eens, en de fietsen die staan erop. Ja, ik zeg fietsen. Mijn fiets die staat er al op. Ik heb echt zoiets van... we kunnen wel weg eigenlijk. Beetje jammer dat ik nog 2 dagen werken moet. We gaan maar 5 weekjes. Oh, we hebben ook gehaktballen. Komt u maar binnen, majesteit. Hé, trouwens een leuk shirt aan. Ja, dag. Wat nou weer, ja, dag? Oh, nou, ik ben wat goed te maken straks. Het is allemaal voor in de vlog, hè, dit? Ja, dat vind ik. Hé, jongens, gaan we bijna weg, hè? Kijk, de hondjes allemaal in zomerkapsel. Dat is Rex, en die zit daar natuurlijk. Rexie! Rex, heb je er zin in op vakantie? Ja, ik heb er echt zin in. Ik wil weg. Niet. Kijk, die honden die lopen ons de hele dag achterna. Maar we zijn elke keer bezig met de camper wat te doen. En elke keer denken ze, oh, nu gaan we weg. Oh, nu gaan we weg. Jippie. Weer lekker bij de kapper geweest, hè? Beetje zomerkoepie. Rex. Rex. Heb je er zin in? Ja. Yeah. Tuurlijk. Ja, hè, Bram. Hebben we het eten vanavond? Kijk, oefenen met grote, met rare shots te maken. Ja, dat, zo hoort dat. Kijk, en dan kun je hem omdraaien en dan zegt hij flik. En dan gaat hij gewoon weer recht. Flikt hij zo op de grond. En dan flikt hij zo op de grond. Maar dat geeft niet. We oefenen met de gimbal. Zodat we gewone goede beelden kunnen maken. Dat je niet helemaal gek wordt ervan. Maar je kan ook bij de grond filmen. Kijk, let op. Ga ik zo naar de grond toe. Kijk, en dan draait hij hem automatisch op.
En dan kan ik Jippie besluiten. Jippie! Hallo! Niet aan mijn camera likken. Maars Bumplum komt er ook aan. Rexy! En hup, van de honden gaan we naar het vrouwtje. Ik wou deze keer wou ik het wat langer laten. Kan dat nog? Ja. Zo raar die eigenlijk altijd aan de rechterkant begint, hè? Of links, moet ik zeggen. Omdat het daar stopcontact zit. Kijk dan niet. Dan switcht hij naar jou toe. Hoezo? Maar ik denk veel. Ik ben veel leuker. Ja, dat denk ik ook, ja. Kijk, en je ziet alleen de bovenkant van mijn schedel er nog maar op. Ja, kijk. Gek, hè? Ik zet hem wel weer uit. Totaal onverwacht gaan we een dagje eerder weg. Dus het is even hectisch om de laatste beetjes nog in te pakken, hè? Ja, dus even... Even heel goed nadenken, wat we nu wel en wat we niet moeten hebben. Omdat ik, de planning was woensdag, we gaan nu een dag eerder. Ja. Dus het was nog niet zo ver, zullen we zeggen. Morgenochtend moet ze nog even werken en als ze dan terugkomt uit haar werk om 1:30, dan... Douchen en we hebben de camping. En is wegwezen. Spain, here we come, zullen we maar zeggen. Zin in. Ja, ik ook, heel erg. Nou jongens, tot volgende Filippie. Doei. Doei. Nou, de laatste klusjes voordat we weggaan. Nog even de koelkast schoonmaken. Ik ben al bijna klaar. Nog even de fiets van Alice erachter opzetten. Kijk, die blijven wel zitten zo. Tenminste, dat doen ze altijd. Het bed is opgemaakt. Hondjes kunnen er zo in. En als ze straks terug is van de werk, zijn we klaar voor vertrek. Nou, dit was het filmpje van het opstarten en het voorbereiden van onze reis. Het volgende filmpje dat komt als we onderweg zijn. Ik heb nog geen idee wanneer. Dus tot dan. Doeg.